vanmorgen. Nou, best wel redelijk geslapen. Een goede klussen, die begint natuurlijk bij bouwmaterialen. Nou, en daar zijn we vandaag. We zijn bij een bouwmaterialenhandel. Spaanse bouwmaterialenhandel. En zoals je kan zien, zie je op de achtergrond zakken cement en stenen en noem maar op. En we gaan nou wat zand halen, zodat ik dadelijk later op in de weken, volgende week, wat stukwerk kan herstellen. En dan gaan we dan netjes verven. Ja. Ondertussen heb ik de auto die heb ik ingewisseld. We hebben dus de Nederlandse auto, die laten we even voor wat het is. En we zijn in een Spaanse auto verder. Die staat iets hoger van de weg, dus die kan wat meer het terrein volgen. Dat is wat dat betreft beter als de BMW van ons. Ik kom weer naar huis. Ik stap op vliegtuig per direct. En kom gewoon weer lekker naar huis. Daarom zit ik hier zo in de luchthaven Alicante. Nou, altijd handig voor degene die op bezoek komen om te weten hoe de luchthaven eruit ziet. We zijn hier nu. We zijn eventjes iemand aan het wegbrengen. En de volgende keer zijn we hier waarschijnlijk weer om iemand op te halen. Maar voor nu was dit even een onderbreking van de dag. We zijn bijna thuis. We hebben zojuist Rita weggebracht naar het vliegveld. Rita is degene waarvan we de woning huren voor een half jaar. Dus en nu zijn we bijna weer thuis. Dus we gaan nu aan het eten beginnen. En het is vrij laat. En daarna gaan we nog eventjes langs wat kennissen op bezoek. En dan zit de dag er alweer op. En zo snel gaat de dag hier. Maar we zijn... boeketten op de buitenrand. Kenmerkend is ook dat het randje kapucijnkleurig bruin is. Zo, het is weer donker, het is weer tijd. Tijd om naar bed te gaan, tijd om een eind te maken aan deze mooie dag. Dus nog even wat rust te zeggen tegen Ziggy. Onze lieve waakhond. Hè? Ja, wat rust, Ziggy. Slaap lekker. En morgen zijn we er weer. Ja, morgen zijn we er weer met een nieuw programma, met nieuwe dingen. Dus ik zou zeggen tot morgen. Wat rusten.